Wat ook heel spannend is hier. Ik moet helaas gaan. Ik wens je nog een hele fijne dag ja. En ik zie je nog. Okay. Hey, het beste. Dag. Dankjewel. Zou je me even kunnen helpen? Even een lampje bijschijnen? Ja. Kom. Dit bijschijnen? Ja. Dat ook. Zo goed? Zo goed. Wat zijn jullie hier nou aan het doen? Deze CT is defect. En nu is Bert aan het meten of er nog spanning voor je zit. Oké. Kom je hier nou vaak in het UFC? Ik werk bij het technische cluster van de röntgen- en nucleaire geneeskunde. Dus dagelijks. Okay. En wat wij doen is, wij beheren alle techniek van de afdeling. Hoe lang werk je hier al? 9 jaar. Wow, zo lang. Dus je vindt het wel heel erg leuk? Ja, het is heel erg leuk. De dokter maakt wel de mensen beter. Maar de dokter heeft heel weinig verstand van techniek. En op het moment dat zo'n apparaat uitvalt, kan hij zijn behandeling gewoon niet doorzetten. Het houdt op. Ja. En dan moet je soms in minuten moet je zo'n ding weer aan de praat zien te krijgen. Bovendien zit een hele wachtkamer vol met mensen. En als dat ding een halve dag uitstaat, dan gaan er dus zo 20 mensen naar huis. Ja. Niet geholpen. Dus je hebt te maken met laboranten, met verpleegkundigen, met artsen, met collega's van de IT. Het is echt een samenspel. Je zit altijd in een opgaande lijn. Er komt steeds nieuwe apparatuur binnen. Dus hier in het UMC wordt nog heel veel onderzoek gedaan. Hè, worden hier dan ook echt onderzoeken uitgevoerd? Heb je daar nog niks van gezien? Nee. Ik kan je wel wat laten zien. Aan de andere kant van het ziekenhuis zit een research lab. Zou dat mogen? Ja, kunnen we wel even naartoe lopen. Oké, leuk. Ja.